alpha's op teken en zijn teken is gegeven om te beginnen lopen. Teken is gegeven om 2 maal te sommeren. Derde teken is gegeven naar de geleider toe om zich bij de stilstaande door staal te houden, zich overgegeven heeft te vervoegen van daaruit. Sommatie 2 keer. En de hond inzetten in de oefening. Schot vastheid. Smokkelwaar die wordt uitgestrooid. Teken van de keurmeester doet de helper dood. Pogingen met gooien van het voorwapen op de hond dat deze bewaken doet opgeven. Oké, hiervoor mag de hond geen angst tonen. Zelfs resoluut inbijten wordt nog gekort. Hij zal zich terdege terstond en dan geheel met volle overgave moeten verweren op de werpen wat op hem gegooid worden. En ook hiervoor mag de hond natuurlijk niet enige angst tonen. Ook nu ziet het fouilleren van beide helpers. Onderwijl heel kort bewakend door de hond. Enige afstand nemen van de 2 helpers en deze sommeren om de gemaakte rotzooi op te ruimen. Kunnen zich daarbij, zoals u ziet nu en ook zojuist zeker bij de Duitse herderstorm, kort begeven bij de helpers om spullen op te rapen. Hier mag de hond niet bij bijten. De personen zijn tot staan gebracht, ze zijn gearresteerd en in principe bij gewone normale bewegingen mogen de honden, in dit geval de arrestanten, dan mogen niet gebeten worden. En ook nu weer het transport op afstand van de 2 opgebrachte personen. Dunja, de Mechelsherder van Joop Geers, onderwijl bewakend de 2 personen welke gearresteerd zijn. En de geleider zelf, de smokkelwaar en de bewijsvoering, in dit geval het pistool, inleveren bij het politiebureau of in deze dan bij de keurmeester aan zich naar de hond vervoegend. Ook nu weer de reguliere